Terwijl een deel van de Leidse jeugd binnen losging op de beats van Barry Badpak, liep de rij voor het Leidens Ontzet Festival zaterdagavond buiten flink op. Nou, we hebben zo'n anderhalf uur in de rij gestaan, maar ja. Heb je nog lang in de rij gestaan? Ja, iets van anderhalf uur of zo. En je lacht er nu een beetje bij? Nee, niet grappig. Nee, er stond een rij van 2,5 uur en toen dachten we, nou, we gaan weg. Dus toen hebben we ergens een drankje gedaan en nu gingen we onze fietsen pakken en naar huis. Het is jammer, want ze zeiden dat er ongeveer 7000 kaarten werden verdeeld. En daar had ik er gelukkig eentje van bemachtigd, maar het werkte alsnog helaas niet. De rij is misschien lang, maar waarom we binnenkomen, dat is uiteindelijk waar het om gaat, toch? Het feest? Kijk, jij gaat er vol voor. Ja, de Leidse sokjes. En normaal horen er ook nog slippers bij, hè? Die kan je kopen op En om wie draait het dan specifiek? Barry Badpak. Ja, ik denk toch Ronnie Flex was wel echt, die had het echt goed gedaan. Ja, Barry Badpak toch echt wel. Ja, sowieso wel. Ja, lekker. Grasmaaid. Ja. Nou, het was echt eigenlijk bijna te druk. Een vriendin van mij die staat hiernaast. Die is helemaal vertrapt door de drukte. Omdat iedereen eigenlijk te enthousiast was dat het eigenlijk weer begonnen was. De post-corona parties. Maar verder de sfeer was goed. Maar het was, je kon soms bijna niet dansen van hoeveel mensen er waren. Dus het was een beetje leunen op de mensen naast je. Dat was, een ander puntje van de party. Ja, het was verder heel leuk. Alleen het was wel echt kut weer, als ik het zo mag zeggen. De sfeer, de mensen gewoon. Gewoon iedereen lekker zingen, iedereen vrolijk. Heel leuk. Maar nu lekker een taxi naar huis.